Dan gaan wij door naar de volgende spreker. En dat is André Nijhoff. Ja, kijk, daar ben je. Nou, goed dat je er bent. Misschien is het leuk om even te zeggen in welke plaats je bent, want het, er zitten hier mensen op allemaal verschillende plekken. Ik ben in Eibergen, dat is vlak bij de Duitse grens. Oosten van het land, ja. Thuis. Ja. Ja, André, ik wil eigenlijk jou het woord geven. Helemaal goed. En ik zag al verschillende haakjes, bruggetjes met punten die we hiervoor besproken hebben. Dus ten eerste heel fijn om hierbij te zijn. En dat heeft te maken met een gesprek wat ik nu een tijdje terug had met Harm van Dijk. Dus als inleiding op mijn presentatie, en ik heb ook wat slides die ik graag met jullie wil delen, wil ik graag even teruggaan naar het gesprek met Harm. Want het mooie is dat ik kom niet vanuit de wereld van het burgerberaad SEC. En toch merkte Harm en ik dat toen we in gesprek kwamen, dat we meteen heel veel gemeenschappelijk hadden. Want ik kom vanuit de wereld van de transities, transitiekunde. Hoe kunnen we met elkaar invulling geven aan de transitie in de landbouw, in de energietransitie, de transitie naar ook sociale vraagstukken. En vanuit die achtergrond merken we heel snel dat burgerberaad een cruciaal onderdeel daarvan is. Dus wat ik graag zou willen doen in mijn presentatie is dat ik de kern waar het vandaag over gaat, burgerberaad, dat ik die wat in een soort bredere context zet, zodat we ook beseffen dat inderdaad die spanningen tussen net het bestuurlijke systeem waar we het net over hadden, en de kracht ook van burgerberaad, dat we dat denk ik nog wat beter kunnen duiden. En op de potentie die erin zit, denk ik dat we daar best wel ambitieus in mogen zijn. En ik denk dat het cruciaal is wat we hier vandaag aan het verkennen zijn. Maar daarvoor zal ik het juist wat in een bredere context plaatsen. Dus dat nog even als kick-off. Om jullie wat mee te nemen, en dat zal de komende 20 minuten zijn, wil ik graag een drietal hoofdonderwerpen bespreken. Allemaal rondom die kern, het burgerberaad, deliberatieve democratie, concreet gemaakt. Een mooie abstracte term, deliberatie. Maar volgens mij is dat heel concreet en volgens mij herkennen jullie ook allerlei voorbeelden in jullie eigen omgeving. Dus daar wil ik graag naartoe. Ik heb daarvoor een opzet gemaakt wat begint bij dat uitzoomen. Burgerberaad in transitieprocessen. Hoe past dat eigenlijk? En van daaruit wil ik naar een aantal concrete voorbeelden. Bewust ook voorbeelden die we allemaal kennen, dus vaak niet op lokaal niveau, nee op breder niveau. Maar waarschijnlijk herkennen jullie dan ook al wel meteen, maar wacht, dat voorbeeld wat anderen hier noemt. Dat raakt ook aan waar ik hier mee bezig ben in mijn gemeente of in mijn regio. En tot slot een aantal algemene condities voor effectiviteit. Want ik denk dat burgerberaad een heel krachtig instrument is, maar we moeten wel rekening houden met een aantal condities. En als we dat niet doen, dan komen we uit bij de grote frustratie van Ed Nijpels. Of als even als cliffhanger, daar kom ik aan het eind op terug. Dan wat dat betreft ook wat houvast aan het eind van hoe kunnen we nou juist effectief burgerberaad gaan inzetten. Dus dit als opzet. Allereerst even uitzoomen naar die transitieprocessen. Wat is nou de rol van burgerprocessen als we leven in tijden van verandering? Dat begint ermee dat we inderdaad grote veranderingen hebben. En daar hoef ik niet uitgebreid op in te gaan. De Sustainable Development Goals. Ik verwacht, en dat vind ik ook het mooie, echt een soort gemeenschappelijke taal geworden die bijna iedereen er wel herkent. Zeker als we het invullen, circulaire economie, klimaattransitie, maar ook gelijkheid in de samenleving. Onderwerpen die bijna dagelijks onze huiskamer binnenkomen via het nieuws. Maar de grote vraag is, waarom hebben we deze nog niet opgelost? Want dat ze belangrijk zijn, dat weten we al lang. Dat ze ook cruciaal zijn, zowel voor de toekomst die we willen creëren, maar sterker nog, we weten dat gewoon een lineaire economie op termijn is die niet houdbaar. Het leidt tot uitputting van de grondstoffen. De manier waarop we landbouw nu organiseren leidt tot enorme gevolgen, dus dat moet anders. En toch merken we keer op keer hoe lastig het is om dat op te lossen. En dat heeft volgens mij te maken met de kern waar we het vandaag over hebben. Want waarom hebben we het nog niet opgelost? Vaak omdat we dan naar de overheid kijken. En Harm noemde dat al even, ook Alex noemde dat. Als mensen, als burgers hebben wij een probleem. En governments, gaan jullie nou maar even aan het werk om dit op te lossen. En mijn antwoord is dan, was het maar zo makkelijk.
Het is niet voor niks dat we zien dat overheden op nationaal niveau, maar zelfs op provinciaal niveau, lokaal niveau, worstelen met hoe ze invulling kunnen geven aan dit soort transities. En het heeft te maken met al die afhankelijkheden, dat om dit krachtdadig te kunnen doen, zijn ook overheden afhankelijk van allerlei andere partijen. En mijn punt is dan, als dat het geval is, dan moeten we die afhankelijkheid ook serieus nemen en betrekken in het proces. En dan komen we bij de kracht van het burgerberaad. Maar in mijn optiek is dus, rondom veel van deze transities, is de mythe om te denken dat Den Haag of de gemeenteraad dit nog eventjes kan oplossen. Waarom? Omdat primair als we naar de overheid kijken, gaan we nog uit van dit model. En voor een aantal vraagstukken waar we ook anno 2021 nog mee te maken hebben, werkt dit model nog steeds. En dit is het model waarbij we een scheiding hebben tussen publiek en privaat. Als burger mogen we stemmen op gemeentelijk niveau, nationaal niveau. Dat leidt tot bepaalde politieke partijen machtiger worden. En vanuit eigenlijk de invloed van die politieke partijen kunnen we, als het een beetje mee zit met de onderhandelingen, kunnen we een regering vormen of een gemeenteraad. Dus dat is het traditionele insteek die we kennen. En vanuit ook de wethouders, de andere insteken die er zijn, worden er regels opgesteld. En op die manier bedrijven we politiek, binnen het concept van liberale democratie. Dus dat betekent ook dat politiek is aan de overheid, aan de gekozen overheid. En de consequentie daarvan is dat de burgers, maar ook bedrijven, NGO's, allerlei andere partijen, dat noemen we private actoren. En eigenlijk zeggen we daarmee dat het niet politieke actoren zijn. Politiek is voorbehouden aan de overheid. De andere partijen mogen binnen die normen die worden opgelegd, mogen ze vanuit eigen belang doen wat zij willen. Dat is het model wat we in ons hoofd hebben als mindset als het gaat om de liberale democratie. En eigenlijk ook elke keer als we bij maatschappelijke vraagstukken zeggen, overheid, los het op. Nogmaals, voor sommige vraagstukken geldt dit model nog steeds. Maar wat gebeurt er als de overheid niet meer bij macht is om krachtdadig normen op te leggen aan de samenleving? Dan komt er dus een blokkade vanuit de regelgeving. In de literatuur wordt dat de regulatory gap genoemd. En daarmee ontstaat een soort vacuüm dat de problemen er nog steeds zijn in de samenleving. De overheid is wel gemandateerd om het op te lossen, maar ze kunnen het niet meer. Vanwege de polarisatie in de samenleving, vanwege de internationale ketens. En dat Den Haag zegt, ja, wij willen wel, maar het kan alleen als we het op Europees niveau doen. En in Europa zegt ze, ja, maar wij kunnen pas als China en Amerika ook meedoen. Dus vanwege allerlei oorzaken zijn overheden niet meer bij machten om de politiek te voeren die ze graag willen voeren. En de consequentie daarvan is dat we dus een vacuüm hebben, wat deels wordt ingevuld door wat op deze slide de multi-stakeholder initiatieven heet. Maar eigenlijk is dat gewoon het burgerberaad waar wij het hier vandaag over hebben. Dus dat is een andere manier om politiek te bedrijven, die een aantal hele belangrijke gevolgen heeft. Want als we op deze manier politiek gaan bedrijven, en dat noemen we dus deliberative democracy, ik moet er altijd in het Nederlands even op oefenen, deliberatieve democratie. Maar de consequentie is dus dat burgers en bedrijven en zelfs de politici, dat ze allemaal politieke actoren worden. Dus nog één slide om dit punt nog wat meer te benadrukken. Allereerst betekent dat als we dus qua mindset accepteren dat voor sommige vraagstukken liberale democratie niet meer werkt, dan kunnen we daarvoor een alternatief in de plaats zetten. En dat zien we ook overal om ons heen. Daar kom ik zo meteen op terug bij de voorbeelden. Maar de eerste consequentie is dus dat we moeten accepteren dat we allemaal politieke actoren zijn. Ook de slager op de hoek, ook de gekozen vertegenwoordiging, maar ook onze buurman of buurvrouw. Dus voor mij is ook het woord burger is veel breder dan alleen de scheiding tussen overheid en politiek. Nee, voor mij is de term burger staat voor ons als mens. En als iedereen als mens wordt aangesproken, dan komen we bij het tweede punt. Dan kunnen we nog steeds politiek bedrijven met elkaar. En politiek in de zin dat we de normen creëren waar wij ons met elkaar aan willen houden. Maar dat gaat dan in een proces van deliberatie. Niet meer via verkiezingen. Nee, rondom vraagstukken vragen we een aantal personen om na te denken over wat is nou echt de norm die we hier willen hebben met elkaar. En tot slot betekent ook dat bij die normen hebben we nog steeds enforcement nodig, handhaving. Maar daarvan zien we ook in het liberale democratie is dat aan de rechtsstaat. En hebben we als burger het recht om naar de rechter te stappen.
Bij deliberatieve democratie, of eigenlijk bij het burgerberaad, werkt het anders. Want daar is nog wel degelijk ook de normen die we daar met elkaar bepalen, moeten vervolgens garanties met zich meebrengen dat we ons met elkaar er ook aan gaan houden. Maar dat zijn processen die dan ook heel anders verlopen, vaak via transparantie, vaak ook wat Herman noemde, elkaar in de ogen durven kijken en kunnen kijken. Maar belangrijk dat ook bij burgerberaad de handhaving van de uitkomst van het proces cruciaal is. En dan komen we al een beetje richting de grote frustratie van Ed Nijpels. Kom ik zo meteen op terug. Maar ik heb nog zo'n 5 minuten. Dus goed om eerst even door te gaan naar een aantal voorbeelden. En het eerste voorbeeld wat ik wil noemen is bewust op internationaal niveau. Het MSC-label, als we de supermarkt inlopen en we kopen vis, kunnen we allemaal dit label zien. En in mijn optiek is dit ook een voorbeeld van burgerberaad. Dan kunnen we denken, een certificaat, is dat de uitkomst van burgerberaad? Ik denk het wel. Want als je de klok terugdraait, is het ook begonnen bij een aantal mensen binnen Unilever, binnen het Wereld Natuurfonds, die zeiden van, als je kijkt naar de manier hoe we met de visvangst omgaan, dat is onhoudbaar voor de toekomst. Laten we eens nadenken met elkaar wat een soort norm, wat een soort beleid is, waarin het volhoudbaar wordt. Nou, dat werd het MSC-label. En vervolgens beseften ze ook wel, zolang Unilever daar leidend in is, ja, dan wordt het nooit opgenomen door de concurrenten van Unilever. Dus Unilever heeft het wel samen met een aantal partijen geïnitieerd, maar vervolgens zijn ze bewust uitgestapt, zodat het een soort neutraal keurmerk werd, een soort neutraal beleid, een neutrale norm, waardoor allerlei andere partijen ook konden instappen. Dus goed om te beseffen ook, klein, groot denken, maar klein doen. Een tweede voorbeeld, dan gaan we al van het internationale naar Nederland. Ook in de landbouw zien we volop transities. En ik vind zelf Rondeel in de eiersector van de landbouw, en in dat verlengde ook Kipster, hele mooie voorbeelden van opnieuw in mijn optiek burgerberaad, die al volop hebben geleid tot verandering. Niet omdat de politiek dit heeft overgenomen, nee, maar elke keer omdat een klein groepje mensen bij elkaar ging zitten om na te gaan, hoe willen we dit op een andere manier doen, dat het rekening houdt met en dierenwelzijn en de CO2-uitstoot, maar ook de overlast qua stank van kippenboeren richting de buren. Allerlei vraagstukken die met elkaar werden meegenomen en dat leidde tot de norm van, kunnen we geen gouden ei produceren? En dat gouden ei dat kreeg deze vorm en daarna Kipster. Dus al voorbeelden die we om ons heen zien, en ik hoop dat jullie al, als we op deze manier naar je eigen praktijk kijken, dat jullie allemaal voorbeelden hebben. Gaan we vast straks in de breakouts nog wel op in. En tot slot nog één voorbeeld van een boek. Herman Tjenk Willink heeft in mijn optiek een prachtig boek geschreven, Grote Denken, Kleine Doen. In mijn optiek de cruciale ook opgave en competentie die we nodig hebben voor burgerberaad. Rekening houden met het grotere geheel, maar volgens wel degelijk heel concreet maken met wat we dan moeten doen. Waarbij ik nog wel net wat verder ga dan Herman Tjenk Willink. Want Herman Tjenk Willink heeft wel degelijk een pleidooi om de politiek weer dicht bij de burger te brengen. Nou, dat is ook de kern waar wij het hier vandaag over hebben. Maar het bedrijfsleven, dat sluit er eigenlijk uit. Want dat is in zijn optiek toch een belangrijke reden waarom we met een minder krachtige overheid, waarom dat ontstaan is. Terwijl ik denk, iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te geven. Dus ook als we burgerberaad vormgeven, is dat wat mij betreft inclusief personen uit het bedrijfsleven, inclusief wellicht een advocaat die in de gemeente woont. Dus vandaar nog even dit voorbeeld ook. Een prachtig boek, lees het als je daar benieuwd naar bent. Maar neem ook meteen voor jezelf de vraag mee van, willen we op voorhand personen uitsluiten omdat ze uit verdachte hoek komen? En mijn antwoord is dan nee. Het proces wordt krachtiger als we ze allereerst insluiten. Maar dan moeten we nog wel even nagaan of we dat ook op een effectieve manier kunnen doen. En daarvoor heb ik nog 1 slide die ik graag met jullie wil bespreken. En die slide bouwt trouwens voort op het boek wat we zelf geschreven hebben, Changing the Game. Hoe zijn we gaandeweg in dit soort transitieprocessen de spelregels van een spel aan het veranderen? Nou, eigenlijk ook de kern waar we het vandaag over gaan hebben. Maar in dat boek merken we ook dat om burgerberaad effectief te kunnen doen, grijpen we daar terug op Jürgen Habermas. In mijn optiek de meest invloedrijke filosoof van de vorige eeuw. Die trouwens nog steeds volop actief is. En hij heeft het erover van, als we burgerberaad goed willen vormgeven, dan moeten we dat doen als een machtsvrije dialoog. Geen machtsvrij debat, zoals Alex al aangaf. Nee, een machtsvrije dialoog. Maar dat komt samen met een 3-tal criteria. En de eerste is,
iedereen heeft het recht om te spreken. Dus iedereen die het doet, zou in principe uitgenodigd moeten kunnen worden voor die burgerberaad, waarbij ik weet dat het vaak met 8 personen is. Dus in eerste al zijn we daar inclusief dat we iedereen willen, nou, in principe willen uitnodigen. Maar betekent dat ook dat iedereen gehoord moet worden, dat we een soort poldermodel krijgen? Nee, want dan komt het tweede punt naar voren. Het gaat om de kracht van het betere argument. The force of the better argument. Dus in plaats van dat iemand daar met de vuist op tafel kan slaan en ze kan zeggen van ja, maar ik ben de burgemeester van dit dorp en ik heb het uiteindelijk toch voor het zeggen. Nee, dat soort argumenten horen juist niet thuis in een machtsvrije dialoog. Het gaat erom dat je echt inhoudelijk onderbouwt waarom je je oprecht zorgen maakt om iets wat nog niet kan. Of, omdraaien wat Alex ook al zei, hoe kunnen we wel oplossingen creëren met elkaar? En als je daar de dialoog over aangaat, dan is Jurgen Habermas ervan overtuigd dat we keer op keer de normen kunnen creëren waar wij ons met elkaar aan willen houden. Maar dan tot slot, dat is niet vrijblijvend. Dus dat is niet zonder consequenties. En dat, dan ga ik nog even terug naar die grote frustratie van Ed Nijpels. Want het was op springtij nu 2 jaar terug. En trouwens later deze maand hebben we opnieuw springtij op de Schelling. Als jullie naartoe gaan, ook een prachtig voorbeeld van eigenlijk burgerberaad. Maar wat daar speelde op dat podium is dat Ed Nijpels net de klimaattafel zat afgerond. En een 1/2 jaar lang met allerlei partijen dag en nacht gewerkt heeft om te kijken naar de tafel van de landbouw. Wat is het maximaal haalbare als het gaat over onze bijdrage aan het klimaat? Nou, zelfs bij 4 andere tafels. En na 1/2 jaar keihard werken ging Ed Nijpels met dat akkoord naar de Tweede Kamer. En zei van ja, dit is de uitkomst van ons burgerberaad. En de reactie van de Tweede Kamer was toen, dat is een mooi advies. We zullen eens gaan kijken wat we hiervan willen overnemen. En dat is de grote frustratie van Ed Nijpels. En ik denk van iedereen die met burgerberaad bezig is. Want als je dat gesprek aangaat, doe je dat met de verwachting dat de norm die je met elkaar bepaalt ook de norm is die wordt overgenomen als we weer teruggaan naar het oude model van de liberale democratie. Want dat is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Maar eigenlijk moet je dus op voorhand al borgen dat als het ons als burgerberaad lukt om tot een akkoord te komen en ook een onderbouwd akkoord, dan moet het eigenlijk vanzelfsprekend zijn dat de traditionele politiek dat overneemt. En dat lukte dus niet toen Ed Nijpels terugging naar zelfs zijn partijgenoot Hans Dijkstal. Zijn antwoord was dus, ja, een leuk advies. We zullen eens gaan kijken wat we daarmee willen als regering van Nederland. Maar dat is het laatste wat we moeten doen als we effectief burgerberaad willen hebben. Dus die disclaimer wil ik nog graag meegeven. Maar nogmaals, ik vind het ook niet alleen heel waardevol wat jullie doen. Sterker nog, ik denk gelet op de transities waar we voor staan in Nederland, maar eigenlijk zelfs wereldwijd, dat het cruciaal is voor wat voor vraagstukken we nog kunnen terugvallen op liberale democratie en voor wat voor vraagstukken we op lokaal niveau of op een ander niveau eigenlijk maar 1 weg vooruit hebben. En dat is de weg van deliberatie, of met een makkelijker woord, burgerberaad. Dat was de bijdrage die ik graag wil leveren. Is trouwens nog... Ik kan hem nog in de chat zetten. Als je meer wilt weten, is dit een open source website met nog veel meer informatie hierover. Maar ik weet ook, straks hebben we nog 1 uur tijd in breakout sessies om hier ook veel dieper op in te gaan. Dus voor nu wil ik graag het woord teruggeven aan, ik denk Mirjam. Ja. En ja, nou ja, dat nog redelijk op tijd, hè? Ja, zeker. Misschien wil je even je stoppen met je scherm delen. Dan... Zeker. Die ja. Staat nog aan. Dankjewel, André. Nou, een helder pleidooi en ik hoor eigenlijk ook een oproep, hè, aan de politiek van als er dan zo'n burgerberaad komt, doe dan ook iets met die uitkomsten. Ja. En dat, dat zien wij natuurlijk ook dat heel belangrijk is vooraf. Ik dat zag al dat... Voor politici. Wat zeg je? Eigenlijk op voorhand al een soort vrijbrief geven van wij committeren ons aan de uitkomst van het burgerberaad. Ja. Cruciaal, maar lastig. Ja, is lastig. Ja, ja. We zijn inderdaad ook bezig, hè, met het commitment vooraf. Ja. Er wordt ook veel gesproken over mandaat. We merken dat dat al heel veel zenuwen oproept. Ja. en een volledig mandaat zal, zal niet altijd helemaal lukken. Maar in ieder geval, hè, dat helder is vooraf, dat commitment. Ja. Ik zag al dat Stijn, die had een vraag.
zei hij in de chat. We hebben een paar minuten voor een paar vragen en de rest kun je allemaal bewaren straks in de breakout rooms. Je kunt straks kiezen bij welke spreker je in de breakout room wil. En mocht je niet kunnen kiezen, ze zijn ook nog weer terug te kijken. Dus dat is even voor iedereen. Stijn, even kijken of we jou kunnen spotlighten. Maar... Dat is niet Stijn. Ik heb hem, ja. Stijn, hoi. Ik kan je niet horen, maar... Ben ik nu wel te horen? Ja. Ja, ik stond per ongeluk op mijn verkeerde speakers met mijn microfoonzetting. Anyway, André, bedankt voor je interessante verhaal. Ik had een vraagje over het stukje wat ging over het best onderbouwde argument, de force of the argument, in plaats van de hardste stem. En ik vroeg me dan af of er in dat geval te spreken is van een machtsvrije dialoog. Als je zegt dat eloquent kunnen onderbouwen of je visie goed kunnen overbrengen, is een skill die niet per se machtsvrij is. Je zou kunnen zeggen dat in een systeem waarin een zekere ongelijkheid bestaat omtrent onderwijstoegankelijkheid bijvoorbeeld, bestaande machtsstructuren dan op dat moment nog steeds heel erg aanwezig zijn in de ruimte. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Ja, heel mooi punt hoor. Dus, want het vereist wel competenties om goed je input te kunnen delen. Maar ik denk ook wel belangrijk om erbij, want de manier hoe je nu geredeneert is dat het vooral gaat, je hebt een hoge opleidingsgraad nodig om goed te kunnen bijdragen aan een machtsvrije dialoog. Deels klopt dat. Dat was even een voorbeeld, hè? Een voorbeeld daarvan. Dat kunnen we op een andere manier ontstaan. Maar ook als we de boeken lezen van Jürgen Habermas, vind ik het heel mooi dat in zijn optiek, en het gaat dan om discoursethiek, gaat hij er prima uit dat we allemaal mensen zijn. Dus dat betekent ook dat de een die kan zich beter uiten door heel rationeel zijn punt goed te onderbouwen. De ander kan het bijvoorbeeld veel beter via emotie doen. Of door praktische voorbeelden te noemen. En al die elementen van onze rijke leefwereld is wat onderdeel moet zijn van die machtsvrije dialoog. Dus ik vind het een heel mooi punt dat lang niet iedereen is gelijk. Maar dat betekent juist ook dat we op verschillende manieren kunnen bijdragen aan dat wat er toe doet. En alles wat er volgens jou toe doet, daarvoor moet je de gelegenheid hebben in zo'n machtsvrije dialoog om dat in te brengen. Dankjewel, André. Dank je, Stijn. Ik ben hem even aan het noteren. Ja. Ik zie nog wel dat er iemand graag nog een vraag wil stellen, maar ik moet je helaas teleurstellen. We hebben een heel vol programma, maar er is straks een uur in de breakout om nog een vraag te stellen. Mirjam, André. Ik heb al hele mooie tips voorbij komen. Oh, kijk. Dat de deelnemers op die manier al laten zien wat Macron in Frankrijk doet en ik weet niet wat ik allemaal zag. Dat ze dat wel even doen. Ja, en zag je nog een mooie vraag in de chat die je nog... Ja, maar daar gaan we in de breakout-sessie wel op in. Heel goed. we gaan heel eventjes 5 minuutjes dus, pauze houden. Dus we zien jullie allemaal graag om 9:55 weer terug. Voor de volgende spreker, en dat is Manon de Jong. En die gaat het hebben over het burgerberaad vanuit psychologisch perspectief. En jullie horen straks waar zij zich bevindt. In welke plaats. Dus 9:55 weer terug. Tot zometeen.
Nou, welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie tijd genoeg hebben gehad om eventjes een kopje koffie nog te pakken. Dan gaan we door naar Manon de Jong. Okay. Ja. Daar is Manon. Hi. Hi. Nou, we kunnen het gesprek gewoon voortzetten. Daar waar we gebleven waren, vindt een machtvrij dialoog plaats. Als we... Ja. Ja. En waar ben je? Welke plaats? Ik zit in Kopenhagen. Mm-hmm. Thuis? Ja. In de zon. Dus ik heb het gordijn getrokken. En denk, is het te donker, het beeld? Of gaat het op deze manier? Nee hoor, kun je heel goed zien. Oké, okay, perfect. Ja. Dus ik geef graag het woord aan jou. Ja, super. Ja. Nou, fantastisch. Ik probeer eventjes mijn scherm te delen. Om te kijken waar een PowerPoint is. Kunnen jullie wat zien nu? Nee, we zien hem nog niet. Oké, ik probeer het opnieuw. En nu, Mirjam? Nee. Ik ga het even opnieuw uit, dat werkt soms. Ja. Gebeurt er iets, hè? Ja, nu zien we hem. Super. Nou, dan zet ik hem even op deze manier in. Yes. Hier zien we 140 burgers. Misschien niet helemaal letterlijk 140, maar... 140 mensen die voor 15 jaar geleden voor het eerst bij elkaar kwamen in het burgerforum kiesstelsel. En Harm vertelde net al even in de opening van zijn verhaal dat eigenlijk het eerste burgerforum nationaal gezien in de wereld was. Waar we durfden om 140 mensen bij elkaar te zetten, 10 weekenden lang. En ik ga jullie wat vertellen over wat is er eigenlijk... Wat is het fundament of wat is eigenlijk het gedachtegoed geweest wat uit mijn onderzoek kwam van dit project? En wat heeft mij gevormd in aandachtsgebieden voor dit soort processen waar we het over hebben in het burgerberaad? Even kijken naar wat er hier precies gebeurt. Ik realiseer me dat het niet een presentatie is wat helemaal moet gaan over mijn onderzoek. Ik praat verder naar de praktijk zometeen, maar ik wilde jullie even één ding vertellen hier in het begin. En dat is eigenlijk, dat gaat verder op André's verhaal. Want de gedachtegoed van het machtvrije dialoog of de deliberatie in het geheel is eigenlijk nog nooit psychologisch onderzocht. Tenminste in 2006. En dat was de reden waarop wij destijds zeiden, oké, als we nu gaan beginnen met het eerste burgerforum in de wereld en we volgen het gedachtegoed waar politicologen, bestuurskundigen en anderen mee bezig zijn om te zeggen van nou, dit is een goede manier om verder te werken aan de ontwikkeling van de democratie, gaan we dan eigenlijk vanuit dat die gedachten kloppen, dat het werkt als burgers bij elkaar gaan zitten en dat er gebeurt wat we zeggen in de theorie dat er gebeurt. Dus wat wij besloten in 2006 was, nou, wij hebben hier een unieke mogelijkheid om te gaan kijken, als we nu met elkaar werken een jaar, wat gebeurt er dan eigenlijk tussen echte mensen? Ik herinner me nog heel goed, dat is grappig, toen ik de presentatie aan het maken was, dat me één zin te binnen schoot toen ik voor het eerst in de projectgroep kwam, om te hebben over hoe gingen we dit onderzoek aanpakken en wat werd mijn rol in dit project. Dat er een aantal projectgroepleden me aankeken en zeiden, wat bedoel je wat er gebeurt met echte mensen? Want die waren ervan overtuigd dat het ging zoals het op papier stond. Namelijk dat alle mensen eerst onderwijs gingen krijgen. En dat dat allemaal liep zoals we in de boeken terug konden vinden. Dus dat was het, daar begon het al. En waar we het over eens werden, was dat ik onderzoek deed tijdens het burgerforum. Dus ik liep de hele dag rond als een Alice in Wonderland. En dat mijn mandaat was dat ik na de weekenden altijd bij de projectgroep terug kon komen om interventies te maken in het programma.
dat was mijn brug, de link naar het projectgroep. De link naar de deelnemers was dat ik een vertrouwenspersoon, als vertrouwenspersoon werd aangezet. En ik heb vaak gedacht over of dat het juiste woord is. Daar kom ik nog even op terug. Maar het idee was dat als we zeggen van nou, 140 mensen zijn zo intensief aan het werk samen, gebeurt er dan iets met mensen waar ze het over willen hebben? Is er iemand die ze kan helpen als er problemen ontstaan? Dus dat was voor mij natuurlijk ook een hele goede manier om nog dieper te kunnen begrijpen wat gebeurt er eigenlijk tussen deze mensen en waar hebben we aandacht voor nodig? Na dit project ben ik enorm gefascineerd geraakt door hoe groepen werken. Dat was ik natuurlijk sowieso als psycholoog en als groepsdeskundige. Maar ik heb een aantal aandachtspunten uit dit project gehaald, waar ik eigenlijk 3 punten aan jullie wil vertellen. Dus de inzichten van dit onderzoek hebben me heel erg gefascineerd. En wat dat betreft ben ik ook heel blij dat ik mee kan doen in deze sessie en in het geheel met jullie in de G1000 om te zeggen van nou, deze inzichten vanuit een meer psychologisch perspectief zijn belangrijk om het debat te blijven voeren. Wat is er nou eigenlijk toe te voegen als we kijken met een psychologische bril naar dit soort processen? 3 dingen. En gelukkig is een breakout, want dan kunnen we verder praten. Als ik kijk naar wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste geweest wat fout is gegaan in ons project. En dat klinkt een beetje lullig, want er zijn een heleboel dingen goed gegaan. En burgers waren tevreden en het was een fantastisch eerste experiment met zo'n grootschalig burgerforum. Maar er zijn ook een aantal dingen geweest wat problematisch was. En waarvan je eigenlijk retrospectief kan zeggen, nou dat is misschien helemaal verkeerd geweest. Een van de belangrijke dingen was dat mijn onderzoek duidelijk maakte dat er eigenlijk geen duidelijkheid was onder de burgers waarom ze meededen aan dit proces en wat het doel was van dit proces. Het klinkt een beetje abstract, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen de mensen die werden zo geconfronteerd met alle complexiteit van alles wat er gebeurde en de ondeskundigheid of de ervaring die wat ontbrak, dat mensen als een kip zonder kop bij elkaar zaten soms en er allerlei andere dingen gebeurden. We hadden het er net al eventjes over bij André's laatste blik op zijn sessie. Wat gebeurt er nou? Welke mensen krijgen macht en is er machtvrije dialoog? Wat wij in ieder geval hebben gezien was heel duidelijk dat er op allerlei andere gebieden clustering en subgroups ontstonden. En waarvan je zegt dat is heel menselijk. Maar die wel invloed hadden op de besluitvorming van het proces. Dus waar mensen in die zin gingen napraten wat Jan vertelde. Omdat Jan degene was die het uiteindelijk het best kon zeggen. En ik misschien 's avonds een biertje had gedronken met Jan. En ik Jan eigenlijk wel heel erg aardig vond. Dus er waren allerlei andere sociale processen waarvan je kan zeggen dat is op zich geen probleem. En dat is een natuurlijk proces van besluitvorming ook. Maar waarvan we kunnen zeggen misschien was dat te veel in de focus. En heeft dat de focus op de taak eigenlijk te veel weggenomen. Wat ik hier bedoel is te zeggen, groepen hebben nodig om te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Dit project was te ingewikkeld en we hebben nooit goed genoeg gepraat over waarom is het belangrijk om het kiesstelsel te veranderen. In die zin kan je ook heel goed discussiëren. Het was een heel verkeerd onderwerp om een burgervorm over te houden. Maar het doel waar de mensen mee in het proces komen is heel erg belangrijk. En daarmee de heldere taak. Niet bedoeld als zijnde dat de vraag of de opdracht totaal helder moet worden. Want die heeft ook een eigen leven, daar kunnen we het later over hebben. Maar mensen moeten begrijpen wat ze doen. En mensen moeten begrijpen wat ze samen aan het ontwikkelen zijn. En dat is lastig. Waar wij ook problemen mee hadden, is dat de verschillen waar de mensen eigenlijk mee komen. Hè, dus ik zeg, ik kom als burger meedoen omdat ik een aantal dingen vind. Die werden op de een of andere manier weggedrukt omdat we te veel last hadden van wat de groep en de dynamieken eigenlijk aan het doen waren. Dus mijn sterke krachten waar ik mee kwam en mijn energie waarin ik mee in het project ging, verloor ik
langzaamaan als burger onderweg. En ik begreep eigenlijk niet meer wat ik zelf vond. Dat is een ingewikkeld proces, daar kunnen we het later over hebben. Maar in ieder geval, effect daarvan is dat de kaders van het onderwerp belangrijk zijn. En dat mensen moeten begrijpen wat ze aan het doen zijn en hoe het proces eruit ziet. Ook als je zelf als organisatie daar nog niet helemaal uit bent, is het belangrijk dat mensen voelen en begrijpen wat het idee erachter is. Dat is belangrijk om daar veel tijd aan te besteden. Mijn tweede punt, dat is een kritische link naar het burgerforum, is wie beslist er eigenlijk in zo'n burgerberaad? Wij hadden een groot probleem wat ontstond langzaamaan en wat eigenlijk een soort van bom werd in het proces. Want het procesdesign was eigenlijk helemaal vastgelegd door bestuurders, projectgroep en dat soort dingen. En er was één burger die als eerste zijn vinger opstak toen we begonnen en zei: waarom moeten we volgen wat jullie willen? Wij willen het anders doen. Wat gebeurt er als wij zeggen we willen het op een hele andere manier doen? Nou, en dat was eigenlijk een heel cruciaal begin. Hebben we niet genoeg van geleerd in het begin. En bleek halverwege in het proces een totaal probleem te worden. Want deze mensen gingen zich organiseren. En naar mijn idee helemaal terecht. Leverden een kritiek naar de organisatie en zeiden dat ze daar eigenlijk uit wilden als ze niet gehoord werden. We hebben dit opgelost, maar niet goed genoeg. Dus het hele gedachtegoed wat ik terugzie in bijvoorbeeld de G1000, waar mensen zelf een eigenaarschap hebben, is totaal cruciaal. Ik moet voelen dat ik zelf, ik moet zien, ik moet ervaren dat ik zelf het proces in handen heb en het proces kan beïnvloeden. In plaats van dat er mensen vertellen dat er experten komen die mij gaan lesgeven in allerlei dingen wat ik niet zeker zelf relevant vind. In die zin ook een probleem, want dat zagen wij heel duidelijk in dit proces terug. We maakten van de burgers eigenlijk mini-experts, noem ik het altijd. Hè? Dus na 4-5 weekenden onderwijs te hebben gehad over kiesstelsels, waar in die zin meer en meer complexiteit ontstaat als je er meer en meer van weet, haalden de burgers eigenlijk weg bij het begin waarmee ze het proces inkwamen en de kracht waar ze eigenlijk ook mee bezig gingen. En het was niet nodig geweest. Wat dat betreft ontstond daar een probleem, wat een van de, ik geloof dat Stijn het was, zei. Mensen begonnen argumenten te verzamelen over het kiesstelsel wat de professoren hadden verteld in het onderwijs. En dat haalde helemaal weg wat eigenlijk van belang was, namelijk het goede gesprek over wat we zelf vinden. En daar was de slager op de hoek, zoals André het over had, eigenlijk meer verward naar het onderwijs dan dat hij van tevoren was toen hij binnenkwam. Laatste inhoudelijke punt, het eigenlijke gesprek. Dus als we weer kijken naar wat gebeurt er eigenlijk als mensen echt met elkaar in gesprek gaan. Werkt het ook zo, zoals bijvoorbeeld Habermas ons heeft geleerd? Hoe kunnen we op de een of andere manier zorgen dat dit machtsvrije veld levendig blijft? En ik ben het in die zin met Habermas eens in dat het een fantastisch gedachtegoed is en dat het iets is waar we actief aan moeten werken. En dat het niet vanzelf ontstaat, kunnen we misschien ook zeggen. Maar ervaring in de praktijk, in mijn praktijk werkt ook, dat in die zin, als we vertrouwen hebben dat burgers naar elkaar kijken als mensen en als we de juiste frames geven, dan lost dit zich op. Dan is het niet zo dat alleen maar mensen met scholing het woord krijgen. Dan zijn er ook mensen die zeggen, hey, moeten we niet eens een keer naar Fatima luisteren, want die heeft niet zoveel gezegd nog. Of we zeggen tegen Fatima, Fatima, waarom kom jij niet in de groep? Waarom zeg jij niks? Fatima een mogelijkheid heeft om te zeggen, omdat ik vind dat het lastig is om wat te zeggen. Daarom als groep kunnen leren hoe we ons moeten blijven ontwikkelen om ook het echte gesprek te voeren. Nou, dat zei André ook al, dat komt niet vanzelf. En daarom was ook mijn eerste punt belangrijk. De kaders moeten duidelijk zijn. We moeten met elkaar over hebben hoe we werken. Spelregels opzetten. Maar die spelregels moeten ook gehandhaafd worden.
En dat gaat niet vanzelf. Dus we moeten blijven creëren, moeten momenten blijven creëren waar we dus gaan evalueren of het werkt zoals we hebben afgesproken. Of we nog steeds voelen dat we respect hebben voor elkaar, of we naar elkaar luisteren en dat soort dingen. Nou, daar heb ik een heleboel voorbeelden van het burgerforum waar we dat in deden en wat het effect daarvan was. Maar het idee is hier dat de groep in die zin zelf de touwtjes in handen gaat nemen en dat je niet een afhankelijkheid gaat creëren door te veel te organiseren en te sturen. Nou, hier komt dan ook een hele discussie naar boven. Moet je procesbegeleiders hebben die je aanstelt? Moeten dat deskundigen zijn die het gesprek voeren? Of laat je de burgers zelf praten? In het burgerforum destijds hebben we beide gedaan. Maar dat deden we waren te laat met de burgers zelf het proces te laten overnemen. En dat maakte eigenlijk dat de afhankelijkheid die gaande was, die langzaamaan ontstond, zich ontwikkelde in dat we een voorstel hebben gekregen wat een beetje saai was, als ik het zo mag zeggen. De creativiteit, de energie die je zou kunnen verwachten van 140 mensen bij elkaar 10 weekenden, die ging langzaamaan dood. Omdat mensen zich eigenlijk te veel gingen aanpassen en je eigenlijk een soort van te veel consensusvorming kreeg. En dat was jammer. En naar mijn idee was dat duidelijk terug te leiden aan dat we eigenlijk te veel hebben geleid en niet begeleid vanaf het begin. En ik zeg we, omdat ik ook mezelf daarvan verantwoordelijk doorvoel. Dus in die zin belangrijk, en daar zijn we het natuurlijk allemaal over eens, om de gelijkwaardigheid en de veiligheid te waarborgen. Maar niet op de manier waarop we een voorzitter aanzetten en professionele procesbegeleiders inhuren om mensen te laten praten, want dat is niet nodig. Mensen kunnen makkelijk zelf praten als je ze de juiste randvoorwaarden geeft. Laatste is eigenlijk een beetje een soort teaser, want in die zin heb ik zin om een beetje kritisch me op te stellen en te zeggen, als we het hebben over burgerberaad en als we aannemen dat de deliberatieve democratie, ik heb het net als jij, André, moeilijk altijd om uit te spreken, als we zeggen dat dat een goed model is om de democratie aan te vullen, dan moeten we veel scherper kijken naar wat er gebeurt tussen mensen die in dit soort processen bezig zijn. Want als we dat niet goed genoeg waarborgen, dan is het misschien wel helemaal niet democratisch. Dan gebeuren misschien precies dezelfde dingen als we eigenlijk proberen op te lossen met dit model. En het burgerforum kiesstelsel was daar misschien een goed of slecht voorbeeld van. We hebben heel veel geleerd in ieder geval. En een kleine bemerking hier op het laatst is dat we soms ook moeten realiseren dat dit soort processen tijd kosten. Want het voorstel van het burgerforum is na 15 jaar uiteindelijk goedgekeurd of aangenomen door de Tweede Kamer. Wij hebben dus de hele tijd in de veronderstelling gestaan dat het niet werd aangenomen. Net als Ed Nijpels, een behoorlijke anticlimax op het laatst. En na 15 jaar is er dus toch de energie gebruikt om het weer uit het kastje te halen en het door te voeren. En dan kun je je afvragen of dat effect nog duidelijk is. Maar in ieder geval een andere les dat soms ontwikkeling ook tijd nodig heeft. Nou, dit was eigenlijk mijn verhaal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel te zeggen. Maar mijn bijdrage, en daar kunnen we het straks verder over hebben in de workshop, is eigenlijk te zeggen, oké, als we kijken naar dit soort modellen en kijken naar hoe mensen met elkaar werken, in groepen en hoe mensen zich in groepen gedragen, dan krijgen we een aantal blikken op problemen die we ons moeten realiseren in dit soort processen. En gelukkig is daar heel veel kennis in de praktijk. Want mijn kritiek gaat vooral over dat er theoretisch gezien weinig aandacht is voor dit veld. Er wordt vaak geschreven in rapporten, ik zal niet te kritisch zijn, maar er wordt vaak geschreven, ja, het is belangrijk dat er procesbegeleiding is en dat de mensen goed met elkaar samenwerken. Maar daar blijft het vaak bij. Dus wat dat betreft is het voor mij fantastisch om te zien dat G1000 bijvoorbeeld al hun ervaring en blik op dit soort processen heeft gedesigned in het model, waarin ik denk, ja, dat is een heel
goede aanpak om te laten zien hoe mensen zelf de kracht behouden en met elkaar gaan werken en daar eigenschap ontwikkelen. Wat terug te koppelen is op het oorspronkelijke gedachtegoed van het burgerpakket. Ja, volgens mij ben ik al door mijn tijd heen. Dankjewel. Nou, we hebben nog een paar minuten. Dus we kunnen nog wel een vraag doen. Misschien kun je even stoppen met je scherm delen. Dan, ja. Nou, er was in ieder geval in de chat al een vraag, hè, van René van de Assem. Die zei van, goh, is een eenmalige bijeenkomst wellicht een oplossing? Waardoor je wat van die groepsdynamiek voorkomt. Ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Het ligt natuurlijk aan het onderwerp. Hè. Sommige onderwerpen kun je misschien snel bespreken. Maar wat ik ben het wat dat betreft eens met de ideeën die ontstaan zijn van 4-5 keer. Als we moeten generaliseren, is waarschijnlijk een beter bod dan één keer. Want één keer is er nog te veel. Hè, we zijn nog te onzeker met wat zijn we aan het doen, wie is de groep. En het idee is ook niet om te zeggen dat groepsdynamiek niet moet komen. Want dat is juist hetgene wat we willen. Maar wat we zagen in het burgerforum kiesstelsel, en wat ik ook in mijn praktijk in Denemarken een aantal keer heb gezien, is dat het kan te lang zijn. En dan gaan de processen tegenwerken. Hè? Wij krijgen als het ware een eigen organisatie. De mensen gaan ook te veel zich aan elkaar binden. Hè? We hadden zelfs mensen die... daar kunnen we het nog lang over hebben. Maar een behoorlijk aantal mensen gescheiden uit het proces en hebben elkaar gevonden in het burgerforum kiesstelsel. Waar we hele andere ethische kwesties over hadden. Maar dat zegt iets over wat er gaat ontstaan in zo'n groep op het moment dat ze ook gaan zien dat de politiek het niet gaat overnemen en zich eigenlijk gaan sluiten in een bobbel en proberen samen te overleven. Daar moet je denk ik maar uitkijken. Dus het kan ook te lang zijn en dan wordt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder van. Oké, helder. Nou, een helder verhaal volgens mij. Ja, we moeten alweer door eigenlijk naar Francisca, naar de volgende spreker. Nou ja, straks is er een breakout room met Manon. Dus daar is zeker nog ruimte voor alle vragen die er gesteld zijn. En ik zie dat er ook al wat vragen al in de chat ook door een aantal wordt beantwoord. Dus dat is heel leuk. We gaan nu meteen door naar de volgende spreker en dan hebben we daarna weer eventjes pauze. We gaan door naar Francisca Eckert. Misschien kun je die even spotlighten. Ja, kijk, daar is ze. Francisca, waar ben je? Die vraag dan toch aan iedereen stel. Ik zit in Deventer. Oké. Nou ja, ik zit in Amersfoort, dus Deventer voelt al heel dichtbij. Francisca, jij hebt ons een poos gevolgd, hè, als G1000 en dus wij kennen elkaar. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal, want dat heb ik natuurlijk nog niet helemaal gehoord. Jou het woord. Oké, dankjewel. Ik zal eerst een presentatie jullie delen. Oké, dan zal ik me even nog heel kort voorstellen voor de mensen die mij misschien nog niet kennen. Mijn naam is Francisca Eckert en ik heb in de afgelopen jaren een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Twente naar burgerberaden. En in het specifiek naar G1000 initiatieven. En sinds juni werk ik dus als onderzoeker bij Citizens, waar ik dan ook op verschillende... voor verschillende lokale overheden werk aan projecten op het snijvlak van democratie, participatie en innovatie. En het is eigenlijk wel grappig, omdat toen ik bijna 5 jaar geleden begon met mijn promotieonderzoek naar de G1000, hadden eigenlijk om mij heen in ieder geval nog niet veel mensen gehoord van burgerberaden. En zelfs in de academische wereld was het concept slechts eigenlijk door een wat kleinere groep mensen besproken. Maar tegenwoordig zijn burgerberaden echt een hot topic aan het worden. Zo kun je bijvoorbeeld in deze grafiek zien dat in de afgelopen 10 jaar het gebruik van burgerberaden door overheidsinstellingen sterk heeft toegenomen. En dan heb ik daar niet alleen maar over het lokaal niveau, maar ook echt regionaal niveau en het nationaal niveau.
En daarnaast zien we ook een trend dat het aantal van de praktiserende praktijken die zich bezighouden met het ontwikkelen, maar ook uitvoeren van deze democratische praktijken, wereldwijd heeft toegenomen in de laatste jaren. Een concreet voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het International Democracy R&D-netwerk. Dat is dan een internationaal kennisnetwerk van organisaties, verenigingen, maar ook individuele wetenschappers die zich het doel hebben gemaakt om middels deze democratische praktijken inwoners meer inspraak te geven in de politiek, maar ook om het vertrouwen, net zoals de geruizen, tussen de politiek en de inwoners te vergroten. En daarnaast zien we ook natuurlijk het groeiende besef bij bestuurders dat huidige complexe maatschappelijke problemen, zoals denk aan de klimaatcrisis, stikstofcrisis, niet meer zonder de hulp van de inwoners op te lossen zijn. Ook gezien het feit dat inwoners steeds mondiger zijn geworden en als het gaat om politieke keuzes, is ook natuurlijk het recente advies van de commissie Brenninkmeijer niet echt een grote verrassing, waarin dan wordt geschetst dat burgersfora of burgerberaden gewoon een mogelijke mooie manier zouden zijn om inwoners bij het klimaatbeleid te betrekken. Maar dan komen we eigenlijk ook gelijk een beetje bij de vraag, wat is een burgerberaad eigenlijk? Omdat als we kijken naar de praktijk, dan zien we dat er namelijk heel veel verschillende vormen en stijlen van burgerberaden bestaan. En typische voorbeelden zijn dan bijvoorbeeld burgerjuries, planningcellen, consensusconferenties of deliberatieve opiniepeilingen, burgerfora en zelfs de geduizeninitiatieven. Maar als wij gewoon al deze voorbeelden met elkaar vergelijken, dan zie je eigenlijk dat sommige van deze burgerberaden nogal erg verschillen als het gaat om hun duur. Terwijl zeg maar sommige van deze ontwerpen, zoals burgerjuries of planningcellen, of kijk ook naar consensusconferenties bijvoorbeeld, slechts een paar dagen duren, hè, dan hebben we het over gemiddeld 2 tot 5 dagen, duren andere ontwerpen, zoals een burgerfora of ook de G1000-initiatieven, zelfs van enkele weken tot zelfs met enkele maanden, zoals de G1000. Maar ze verschillen ook, deze ontwerpen die verschillen natuurlijk ook met betreft van het aantal van deelnemers. En ook daar zie je dan bijvoorbeeld dat citizen juries of consensusconferenties, die doelen erop om een kleinere groep van mensen te betrekken. Dan denk je aan gemiddeld zo'n 10 tot 25 man. Maar bijvoorbeeld bij citizen assemblies of de G1000-initiatieven, dan wil men juist een hele grote groep bereiken, zo honderden van deelnemers. Maar als je kijkt naar niet alleen maar naar de verschillen van opzet, maar wat al deze burgerberaden met elkaar gelijk hebben, is dat ze allemaal ervoor staan om inclusief te zijn. Dus niet moet die groep van deelnemers alleen een goede afspiegeling zijn van de brede en diverse bevolking waar ze afkomstig van zijn, maar ook moet de beraadlegging of de deliberatie inclusief zijn. Dus alle deelnemers moeten zelf de kansen krijgen om hun stem en mening daarover te laten horen. Dus wat het eerste aspect betreft, inclusieve deelname, daar gebruiken een burgerberaad over het algemeen een willekeurige selectiemethode, dus bij lot, om een representatieve groep van mensen bij elkaar te brengen. En wat het tweede aspect aangaat, de inclusieve deliberatie, proberen organisatoren eigenlijk bijna alle burgerberaden die gesprekken tussen de deelnemers te faciliteren. En dan denk je aan dialoogregels, goede opgeleide facilitatoren. Nou, dat is dan in een G1000 niet het geval, maar de hele idee van deze facilitatie, in ieder geval van de dialoogregels, is om gelijkwaardige dialogen te waarborgen. En daarnaast wil men natuurlijk ook dat mensen iets van opsteken van zo'n dialoog. Dus ook vele burgerberaden maken gebruik van leermogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld deskundigen bevragen of je krijgt gewoon informatie over het onderwerp. Zodat gewoon de deelnemers ook wel wat meer toegelicht worden en dat ze echte experts worden op een bepaald onderwerp. En het laatste doel wat al deze burgerberaden natuurlijk beogen is invloed. Daar hebben we het net ook allemaal over gehad. Burgerberaden zijn gewoon ontworpen
als een hulpmiddel om burgers beter bij politieke besluitvorming te betrekken. En dat is eigenlijk ook dit laatste doel wat de huidige groeiende belangstelling voor deze burgerberaden verklaart. Dan zien mensen in zo'n burgerberaad een soort geneesmiddel om het gebrek aan legitimiteit van de huidige democratische instellingen te herstellen. En uit mijn onderzoek en ook uit andere onderzoeken naar de inclusiviteit van burgerberaden komt echt naar voren dat burgerberaden vaak zelf legitimiteit missen, omdat er zelf een gebrek aan representativiteit is. En dat heb ik ook wel gezien in mijn promotieonderzoek naar de G1000-initiatieven, dat namelijk de G1000 een bepaalde groep inwoners aantrok. Deelnemers waren over het algemeen ouder, hoger opgeleid. Ze waren ook over het algemeen wat actiever in burgerinitiatieven en in verkiezingen. Wat linkse, progressiever gericht en toont ook eigenlijk meer vertrouwen in de politiek dan de bredere bevolking. Maar interessant was ook dat eigenlijk de G1000 een soort van quasi-experiment is voor mij. Omdat de G1000 maakt niet alleen maar gebruik van loting, maar ook gewoon laat zelfselectie toe. Wat betekent mensen mogen gewoon zelf zich ook opgeven als vrije denker. En in mijn onderzoek heb ik ook deze twee groepen even met elkaar vergeleken. En wat hebben ze nou gemeen? Lijken die groepen op elkaar of zijn het totaal andere mensen? En het interessante was dat ik in die groep van mensen die niet bij lot waren geselecteerd, dezelfde patronen zag als bij de groep van de mensen die wel met lot zijn uitgenodigd. Maar interessant is eigenlijk dat gebrek aan representativiteit wat ik in de G1000 heb gevonden niet echt uniek is voor de G1000. Als je wat breder kijkt naar burgervoorraad of burgerberaden in het algemeen, dan zie je dat eigenlijk ook in andere burgerberaden, dat daar hetzelfde gebeurt. En het probleem hierbij is eigenlijk dat ook gebruik je een selectieve en random selectieve methode, waarbij je iedereen een beetje dezelfde kans geeft om mee te doen, blijft natuurlijk altijd dat aspect dat mensen zelf mogen beslissen of ze wel of niet willen meedoen. Je ziet wel op kleine schaal, moet ik wel zeggen, dat er worden wel successen ook op dit vlak behaald met andere selectieve selectiemethodes, bijvoorbeeld een gestratificeerde selectieprocedure, of gewoon het gebruik van financiële vergoeding. Maar over het algemeen halen we het eigenlijk nog niet altijd om een goede afspiegeling van de lokale bevolking bij elkaar te brengen. En daarom denk ik dat burgerberaden op dit moment nog niet echt de juiste instrumenten zijn om het verlies aan legitimiteit van de huidige democratie te herstellen. Maar dan zeg ik ook altijd dat dit eigenlijk ook niet de manier zou moeten zijn hoe we naar deze instrumenten moeten kijken. Omdat op de vraag van waar zijn dan deze burgerberaden wel goed zo, heel goed voor, uit mijn onderzoek, en ook uit andere onderzoeken komt namelijk duidelijk naar voren dat burgerberaden iets bevorderen wat echt hard nodig is in onze huidige samenleving. En dat is namelijk de huidige samenleving die steeds meer teken van polarisatie en wantrouwen vertoont. En dat is namelijk wat Harm van Dijk zo mooi altijd omschrijft als de kracht van de dialoog. En in mijn onderzoek heb ik duidelijk kunnen laten zien dat burgerberaden echt een krachtig instrument kunnen zijn om inwoners te laten spreken. Dus dat heeft Manon ook net over gehad. En deze instrumenten kunnen ook helpen om mensen samen te brengen, hun horizon te verbreden en ook gewoon een standpunt van een andere wat sneller in te zien. En zo ook gewoon over een bepaald onderwerp dingen te leren. En ik denk dat juist de tijden waarin mensen steeds meer vastzitten in hun eigen denkpatronen, daar kan deze kracht van de dialoog echt een oplossing bieden voor de groeiende polariserende spanningen in de huidige westerse democratische samenleving.
Om even terug te komen naar het advies van de commissie Brenningmeijer op burgerfora, is ik denk dat om burgerfora als middel in te zetten om inwoners beter te betrekken bij maatschappelijke kwesties, zo kan ik eigenlijk alleen maar dit advies van de commissie op basis van mijn onderzoeksresultaten omarmen. Omdat mijn resultaten tonen namelijk aan dat de G1000-initiatieven hebben bijgedragen om inwoners echt een grotere invloed te geven op lokale besluitvormingsprocessen. Ook is dat in verschillende mate gebeurd. Maar de belangrijkste drijvende kracht als deze verschillende gradaties van sociale en politieke impact is namelijk het maat waarin de burgerberaad was geïntegreerd in het bestaand democratische systeem. En in het geval van de G1000 heeft bijvoorbeeld het toevoegen van een burgerbesluit aan de G1000-methodiek zeker geholpen om de G1000 ook beter te integreren in lokaal bestuur en zo ook meer politieke invloed te geven. De hoofdreden hiervoor was dat lokale bestuurders en medewerkers van de gemeentelijke organisatie zich als mede-organisator ook een groter eigenschapsgevoel hebben gekregen voor de G1000-proces, maar ook voor de implementatie van de uitkomsten. Maar wat ik ook zag in het onderzoek was dat de betere integratie van de G1000 in het lokale systeem, dat ook ten koste ging van het eigenschapsgevoel wat er gekweekt werd onder de deelnemers. Veel deelnemers die legden hun verantwoordelijkheid voor de implementatie, van de uitkomsten van de G1000 neer bij de lokale gemeente en trokken zich volledig terug van het hele G1000-proces na afloop van de G1000. En dat is eigenlijk ook altijd een beetje de uitdaging van een burgerberaad, om dan zo'n burgerberaad op zo'n manier te framen, dat alle deelnemers, en dan meen ik alle betrokkenen deelnemers, zoals politici, de deelnemende burgers, maar ook gewoon de lokale bevolking, zich eigenaar voelt van het proces en met name ook de uitkomsten ervan. Het gebruik van een burgerberaad is en blijft gewoon altijd een beetje een complexe onderneming en is door alle organiserende partijen niet, die moet gewoon niet onderschat worden door alle ondernemende partijen. Omdat het gebruik van zo'n burgerberaad kan in mensen ook leiden tot minder betrokkenheid van burgers bij politiek. En zoals het is echt gebleken in één casus die ik heb onderzocht. En het probleem is dat dan in zo'n geval gewoon een gezamenlijk eigenschapsgevoel tussen deelnemers en de politici gewoon niet opgebouwd is. Ook moet je soms niet onderschatten dat zo'n langdurig burgerberaad zoals de G1000 heel veel vraagt van alle betrokken deelnemers. Want het is heel intens en heel tijdrovend, wat Manon ook net beschreef. Je hebt dan altijd een beetje het probleem dat de energie van de deelnemers over een langere tijd, dat je daar moet vrezen dat je die kwijtraakt. Maar naar aanleiding van mijn resultaten vanuit mijn onderzoek heb ik dus vijf belangrijke randvoorwaarden geformuleerd die hopelijk helpen om burgerberaden, het goed functioneren van zo'n burgerberaad te waarborgen. En het eerste aspect is een hoge representatieve kwaliteit. Dit punt is erg belangrijk, en je moet het echt niet onderschatten, omdat een burgerberaad, met name zo'n burgerberaad zoals de G1000, die echt zich meer op het uitkomst richt, hè, met zo'n burgerbesluit, die moet een bepaalde legitimiteit krijgen. En dat halen burgerberaden gewoon daardoor dat ze proberen om een diverse groep van inwoners bijeen te krijgen. Je kunt natuurlijk ook aan andere manieren denken hoe je achteraf nog die legitimiteit kunt verlenen. Kun je bijvoorbeeld denken aan de Citizen Assembly in Ierland, waar dan achteraf nog een referendum werd gemaakt. Maar je moet wel over dit aspect nadenken, omdat het is echt wel belangrijk. Een tweede aspect die belangrijk is
Nou ja, spreek misschien hier een beetje tegen. Mijn focus spreken is een goede praktische begeleiding in inhoudelijke kennisvoorziening. In de G1000 wordt dat wel alles wat losser gelaten dan in andere burgerberaden. Maar ik heb wel gezien dat het altijd handig is om in ieder geval over onderwerpen die wel wat complexer zijn, denk aan de energietransitie, dat het wel heel fijn is om die mensen gewoon een gelijke start ook te geven. Omdat mensen natuurlijk niet inhoudelijk altijd hetzelfde kennisniveau hebben als zij gewoon aan zo'n burgertop bijvoorbeeld meedoen. En derde, vierde aspect is, neem het even bij elkaar, is een hoge maat van proces- en uitkomsttransparantie en ook eerlijke en transparante besluitvormingsprocessen. Dit is heel erg belangrijk, omdat ik heb in mijn onderzoek gevonden dat deelnemers hun oordeel over hun deelname aan G1000 sterk lieten afhangen van of zij die besluitvormingsprocessen wel of niet fair hebben ervaren. En dat komt dan een beetje ook uit het procedural justice theorie, dat jij alleen maar gewoon iets steunt wat je eigenlijk ook al hebt als sfeer ervaren. En mijn vijfde en laatste punt is dat je zo'n burgerberaad altijd goed moet proberen te integreren en qua proces en ook de uitkomsten in het politiek systeem, maar ook de lokale bevolking. En daarmee bedoel ik met integreren ook een langdurige integratie. En dat je moet altijd bedenken, zo'n burgerberaad die stopt niet op het moment dat een beslissing is genomen of een advies is uitgebracht. En daarna begint eigenlijk het grote werk. En ook daar kan de politiek heel makkelijk steekjes laten vallen. Bijvoorbeeld, zoals het ook bij andere participatiemethodes vaak gebeurt, dat je bijvoorbeeld niet goed terugkoppelt aan de inwoners van, nou, wat hebben wij eigenlijk nu gedaan met deze uitkomsten? Maar dat is altijd gewoon een hele moeilijke kwestie, omdat op het moment dat er geen terugkoppeling gebeurt, hebben inwoners heel sterk het gevoel dat er niks is meer gedaan, terwijl dat misschien in de praktijk helemaal niet het geval is. En het laatste punt is ook dat je als bijvoorbeeld mede-organiserende politieke instelling, als bijvoorbeeld in dit geval een lokale gemeente, ook moet proberen om het momentum en die energie die dan aan het eind van zo'n G1000 nog over is, vast te pakken. En dan kun je het beste ook doen om snel gewoon ook te faciliteren, niet alleen om gewoon ontstaande initiatieven te faciliteren. En hun gewoon daarin te begeleiden en soms te helpen in het gewoon realiseren van de G1000 uitkomsten. Nou, dit was mijn presentatie. Ik zal even stoppen. Dankjewel, Francisca. Nou, we hebben nog tijd voor een vraag. Er was een vraag van Remco. Er komen heel veel vragen en gesprekken in de chat ook los. Remco die had de vraag, misschien Remco kun je hem zelf nog even stellen, want ik kan hem zo snel er niet bij vinden, maar dat ging over de... Ik stel hem even. Ah, dankjewel. Francisca, dankjewel. Dit was een heel mooi verhaal. Ik hoorde in jouw presentatie over legitimiteit en representativiteit, dat dat twee dingen zijn die voor jou heel sterk met elkaar zijn verbonden. Ja. De vraag is, stel je ze ook absoluut gelijk aan elkaar of bestaan er nuances? Er zijn er manieren waarop iets toch legitiem kan zijn als het niet 100% representatief is. Wat is daarop jouw visie? Dankjewel. Ja. Nou, het punt is natuurlijk dat we altijd de realiteit moeten bekijken. Zo'n burgerberaad bestaat niet in een los vacuüm. Zo'n burgerberaad bestaat gewoon in ons huidige representatieve systeem. En in het huidige representatieve systeem hebben we gewoon met z'n allen afgesproken dat we legitimiteit verlenen. Met z'n allen. En dat bijvoorbeeld als je kijkt naar een lokaal bestuur, dat er gewoon de raad bijvoorbeeld uiteindelijk gewoon politieke besluiten neemt.
Dus eigenlijk past zo'n burgerberaad heel awkward, als ik dat maar zo zeg, als we nu echt specifiek kijken naar de G1000, in het systeem. Omdat de idee van een burgerberaad is natuurlijk dat die legitimiteit komt van dat je eigenlijk probeert een groep bij elkaar te brengen die heel erg lijkt op de groep die iets willen besluiten. En vaak, en dat is helaas dan ook zo, krijg je eigenlijk, en daar botst dat natuurlijk ook altijd achteraf, is dat je dan een discussie krijgt, met name met raadsleden, die zeggen van, oké, maar waar zit die legitimiteit? Van, met name als het in representatieve termen gewoon mist, als het niet divers was. Maar goed, je kunt natuurlijk altijd heel statistisch naar dit soort dingen kijken. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat je in ieder geval de verschillende visies en de verschillende kijken van de inwoners bij elkaar hebt gebracht in een burgerforum. Die dan een bepaalde uitspraak met z'n allen hebben gevormd. Maar daarom, ja, de legitimiteit daarvan kan bijvoorbeeld nog gegeven worden door de raad, die zegt van ja, wij staan ook hier achter. En dan heb je een heel mooi, dan heb je wat eigenlijk waar de G1000 denk ik van droomt. Maar het is niet gek dat de raad ook nog hier iets van wil vinden, omdat dat is ook hun taak in ons systeem. Dus het is ook prima als zij met z'n allen besluiten, oké, wij nemen deze adviezen aan en deze niet. Maar wat dan ook wel belangrijk is, dat je altijd aangeeft waarom je wel of niet iets aanneemt. Dus het is gewoon een heel complex vraag. zoals ik ook zei, hè, er zijn voorbeelden waar bijvoorbeeld de legitimiteit wordt behaald door bijvoorbeeld een referendum achteraf. Maar ook daar in Nederland hè, zou je kunnen kijken, omdat wij werken niet zoveel van het referenda hier, maar dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken, oké, als je als raad wil kijken hoe legitiem is nou dat besluit, zouden we niet gewoon een inwonerconsultatie achteraf nog kunnen doen, waar we gaan testen of inwoners het eens zijn met de uitkomsten van het burgerberaad. Ja, er wordt ook wel gesproken over een preferendum dan, hè, achteraf. Ja. Een aantal opties voorlegt. Dankjewel, Francisca. De tijd zit er alweer op, maar ook voor jij gaat zo in een breakout. Dus heb je nog prangende vragen, wil je meer weten, dan sluit dat zeker bij Francisca aan. Ik wil nog heel eventjes Harm ook even spreken, of eventjes, misschien kan die even ook in de spotlight gezet worden. Kun je letterlijk doen, hè, in Zoom. Want we hebben namelijk straks 4 breakout rooms en Harm heeft geen inleiding gegeven behalve dan zijn welkomstwoord. Dus ik heb daar toch even een vraag over, Harm. Ik ga eerst nog heel even praktisch. We hebben dus zometeen 4 breakout rooms en een hangout. Die hangout is er voor als je denkt, nou, ik wil eigenlijk gewoon wel even kletsen met mensen, maar over van alles. Niet per se met een van de sprekers. Je kunt zo meteen zelf kiezen naar welke breakout je gaat. Maar je wordt ook van tevoren al ingedeeld. Dus als je niet kunt kiezen, kun je het ook aan het lot overlaten. Hè, dat is wel leuk in relatie tot de lotingen waar we het vaker over hebben. Vanmiddag hebben we weer sprekers en breakout rooms. En vanmiddag is het hele programma in het Engels. Het ochtend is dus helemaal in het Nederlands. Nou, dat waren mijn praktische dingen. Harm, kun jij nog iets vertellen? Jij staat aangekondigd Beter Burgerberaad, een checklist voor organisatoren. Wil je daar iets over kwijt? Ja, dat wil ik zeker. Waar ik het in mijn workshop over ga hebben is heel praktisch. Stel, je wilt nu als ambtenaar of als professional of misschien vanuit een organisatie of misschien als burger word je geconfronteerd met een initiatief van je gemeente die een burgerberaad wil gaan organiseren. En hoe bepaal je nou of zo'n burgerberaad ook een beetje oké is en of het ook gaat waarmaken wat ervan verteld wordt? Van nou, we gaan die burgerberaad doen en dan zus en zo. Hoe kan je nou van tevoren door goed te kijken naar het voorstel voor dat burgerberaad bepalen wat het is, of het wat is, en of je er wat van kunt verwachten. Nou,
Dat is de bedoeling, beter burgerberaad. De noodzaak, de urgentie om dat te doen, om dit te introduceren, voelden wij omdat we aan de ene kant tegen elkaar zeiden toen het begrip burgerberaad de ronde ging doen. Van ja, wat is het nou? Nou, eigenlijk elke bijeenkomst, ik sluit me aan bij André, zo gauw burgers bij elkaar gaan zitten en met elkaar iets gaan bespreken met de bedoeling om impact te hebben op hun gemeenschap. Op dat moment moet je spreken van een burgerberaad. Los van welk wetenschappelijk onderzoek er en welke psycholoog en welke weet ik wat er ook naar gekeken heeft. Dat is het gewoon. Dus een potje bier in de kroeg met elkaar met de bedoeling om iets te bewerkstelligen, zou je vanuit dat perspectief al een burgerberaad kunnen noemen. Maar je kunt ook kijken naar de G1000. En dan heb je in één keer, zag ik in het overzicht van Francisca, 180 dagen en 1000 mensen in het meest extreme geval en weet ik wat. En daar zit natuurlijk een enorme wereld tussen. Nou, die wereld, die willen we met behulp van een soort checklist in kaart brengen. En daar wat duidelijkheid in creëren voor burgers aan de ene kant, maar ook voor professionals aan de andere kant. En we gebruiken dan als onderlegger daarvoor een lijst met kwaliteitscriteria die internationaal door de OECD is geformuleerd. En daar hebben wij wat ordening in aangebracht. En ja, we konden het natuurlijk niet laten, want we zijn ook een beetje eigenwijs. We hebben er ook een paar dingen van onszelf aan toegevoegd. En mensen die dus daarmee aan de slag willen, die daar wat heel praktisch inzicht in willen hebben, die zijn van harte welkom in mijn workshop. En dan ga ik daar wat achtergrond over vertellen en hoe dat dan werkt. Dankjewel, Harm. Ondertussen heeft Jentel in de chat de indeling van de breakout rooms gezet. We gaan even pauzeren. Daarna gaan we meteen de breakout rooms in om 5 over. Ja, we doen iets laat. 10 over 11 starten we de breakout rooms. Dus dan heb je even tijd om even te pauzeren, een kopje koffie te pakken, iets te eten. En dan hebben we een uur voor de breakout room, dus van 10 over 11 tot 10 over 12. Zoals ik al zei, je kunt zelf kiezen, maar kun je niet kiezen, dan word je willekeurig ingedeeld. En mocht het nou niet lukken, kom dan vooral eventjes, blijf dan gewoon in de main sessie en dan zorgen wij dat je in de juiste breakout room terechtkomt. En dan zien we elkaar straks allemaal in een breakout sessie.